Deelnemen aan het verkeer is een complexe aangelegenheid die ontstaat door verschillende factoren. Maar het gedrag van elk individu heeft invloed op de wijze waarop hij of zij zal deelnemen aan het verkeer, zegt Helmut Geesius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, KSV, in gesprek met onze nieuwsdienst in verband met de Verkeersveiligheidsmaand, die begon op 15 augustus en loopt tot en met 15 september. Er kunnen nog heel wat verbeteringen plaatsvinden als het aankomt op ons gedrag in het verkeer. If you know us, ma, die altijd willen je laten gelden, smamshi, iemand doe je aan vrij, dan ga je ook zo willen gedragen in het verkeer. Ja, dus ongeduldig zijn, anderen de pas willen afsnijden, toch? Voorrang afdwingen, dus dat soort gedragingen ga je krijgen. Omdat het alleen is met jouw karakter, toch met jouw temperament. We moeten dat beseffen. Jouw karakter speelt een rol. Een ander ding is, dus dat wanneer je de weg opgaat, dat je gehouden bent aan verkeersregels. Ja, die regels zijn voorgeschreven en als we volgens de regels deelnemen aan het verkeer, dan komt het goed. Dus ook op dat stuk zien we dat er nog altijd verbeteringen mogelijk zijn. Tegenwoordig lijkt het een normale zaak dat mensen door rood rijden, meent Geesius. Op haast elke hoek waar er verkeerslichten zijn, kan dit tafereel worden waargenomen. Hard rood eigenlijk. Dus als je hier door dan het was oranje, dan valt het op rood. Maar gewoon rood, het is gewoon rood en je rijdt door. Ja. Dat zien we, tenminste dat observeer ik dagelijks. We zien ook dat mensen het niet meer normaal vinden, of tenminste ze gaan niet uit van de regel dat je een seatbelt om moet hebben. Het lijkt bijna alsof 1 op de 5 automobilisten geen seatbelt om heeft. Dus op dat soort zaken zien we dus dat mensen, dat er altijd nog verbetering is. Wat ik ook zie is dus dat we rijden met een onaangepaste snelheid. En onaangepast betekent dus dat je bereid bent om je snelheid aan te passen aan de verkeersomstandigheden. Want 40 km per uur is geen hoge snelheid, toch, in principe. Maar 40 km per uur rijden kan nog net misschien te veel zijn, te hard zijn voor die omstandigheid waarin je verkeert. Sinds 2012 wordt er aandacht besteed aan de Verkeersveiligheidsmaand, waarbij de overheid, maar ook andere organisaties, projecten en programma's uitvoeren om de bewustwording over veilig verkeer te vergroten onder de gemeenschap. Het volledige interview met Helmut Geesius is vanavond te zien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1.